We draaien de rechterbocht in en dat doen we nog altijd met Rick Wester en Rambo Vrijtgoud als koploper. Rambo Vrijtgoud die leidt met Rescues on the Way in tweede stelling. Catalan Pont-Royal en Jeremy Cobiche die liggen dan op plek 3 met 2,5 lengte voordeel op Ronquelle. Aan de binnenzijde van Ronquelle zien we dan nog altijd Red Bullets aanklampen met Calypso Miamor die toch nog altijd enkele lengte prijs moet geven. Maar vooraan is het nog altijd Rambo Vrijtgoud, maar Rescue is on the Way die kriebelt nu aan de sulky van de koploper van de Quester. En Bas Krebas die meldt zich nu aan de buitenkant. Een half lengte achterstand op Rambo Vrijtgoud. In derde stelling hebben we dan Catalan Pont-Royal en we duiken de laatste bocht in. Tournant final avec Bas Krebas qui passe à l'offensive avec Rescue on the Way. Il avait gagné à Tongres, Rescue on the Way. Il va peut-être doubler la mise, mais côté corde, on lui résiste avec Rambo Brito, numéro 9. En troisième position, il y a le 6. Catalan Pont-Royal, on ne peut plus prétendre à rien derrière, à moins d'une incartade des concurrents de tête. L'ultime à droite avec toujours le numéro 3, Rescue on the Way, qui met la pression maintenant, qui déborde très facilement. Rambo Brito, Rescue on the Way, qui va rester invaincu à l'issue de cette troisième course. Rescue on the Way, qui va s'imposer dans ce prix Charles Cup très facilement. Pour la deuxième place, il y a le numéro 9, Rambo Brito, qui va peut-être résister au numéro 6, Catalan Pont-Royal. Le 3 s'impose, le 9 sera deuxième, la troisième place pour le 6, Catalan Pont-Royal. Ja, en Rescue's on the Way, die blijft ongeslagen. Tweede zege uit twee starts. En Rescue's on the Way, die kan de Starbreeding fokkerij hier laten zegevieren in de Charles Cup. Meteen een van de eerste grote momenten voor onze tweejarigen met een hele sterke winnaar. De Charles Cup gaat naar Rescue's on the Way, Bas Krebas. De terugkeer van de winnaar, dames en heren. En dan mag hij richting de borden van Charles Cup komen. Want Charles Cup is het circuit voor de tweejarigen. En we hebben al zoveel mooie gehad voor de drie- en de vierjarigen ook. Maar we zijn nu gestart met de tweejarigen, de eerste koers. En een hele sterke winnaar, Rescue's on the Way. En onze voorzitter van onze federatie en de drijvende kracht achter Mons, die heeft de winnende bloemen aan de winnende eigenaar, Stal PD. En dan zeggen we dikwijls Belgische tafereelen, dan staan er heel veel mensen op de foto. Maar het genot, Bas, is even groot, want die Rescue is on the Way is een heel beloftevol paard. Gefeliciteerd. Hoe voelde je de koers aan? Nou, heel goed. Hij is meer sterk en snel. Dus normaal, die 2300 meter passen mij wel. En aan de overkant, ik denk, trek me uit, dan gaan we druk zetten. Want ja, hij is onbeperkt sterk. En in de laatste bocht had ik wel door dat ging. Nee, super paard dit. Ja, mis nooit een trainingsdag, heel sterk. Nee, heel blij mee. Ik ben heel blij met deze overwinning. En wij vinden het ook heel leuk dat jullie van PD en Bas Krebas als naam met een Belgische Fox paard hier aan de start komen. Maar vertel eens, hoe is dat gegaan? Want het is niet zo gebruikelijk dat we van PD met Belgische Fox de paarden hebben. Nee, maar kijk, we waren op de veiling en door de TCT zochten ook paarden van andere landen. En dit vonden wij een van de mooiste. En Thomas Huber met zijn vrouw uit Oostenrijk zit er ook bij in. En dit was een van onze favorieten en hij was betaalbaar en hebben we hem gekocht. En nou, we hebben nog geen dag spijt van. Ja, dat kan ik geloven in de toekomst. Hij staat in die TCT-koersen of wat zie je de komende weken, maanden voor hem? Nou, ik denk dat hij alleen in België loopt dit jaar. Vooral omdat de lange afstanden een beter passen dan de korte afstand. Ik denk niet dat hij in Wolvera gaat lopen. Oké, maar volgend jaar op de derby denk ik dat het wel een vaste afspraak mag worden. Nou, ik hoop het wel. Daar kijk ik nu al naar uit. Oké, we kijken er mee naar uit. Dames en heren, is dit het moment dat de Nederlanders beginnen toe te slaan? Is dit een vorm waarbij we straks Misha Brouwer of Rick Wester aan het werk zien? Wie weet, in ieder geval kunnen we vanuit de Charles Cup nog met een extra winnaarsfoto komen. Want er komt nog een flesje champagne af. En Rescue is on the Way. Die heeft in ieder geval naam gemaakt op deze derby dag. En zo zien we die bekende wit-groen-rode kleuren van Stal PD zegevieren op de baan van Mons in deze Charles Cup voor de tweejarigen. De toon is gezet voor de jeugd van onze drafsport. Rescue is on the Way. SB en Starbreeding die zal heel blij zijn dat die SB op het palmarès staat van deze Charles Cup der tweejarigen. Komt mooier en mooier op de kalender te staan. De Charles Cup, we kunnen enkel maar hopen dat dit ook een mooie toekomst heeft. Want het maakt de koers wel, zo'n Charles Cup. We hebben Rescue's on the Way, Bas Krebas voor Nederland, Classic d'Azur, Misha Brouwer, Nederlandse driver, Rick Wester, Nederlandse driver, dan het Franse tintje met Catalan Pont-Royal, Classic d'Azur, Calypso Miamor, die de dubbele nationaliteit hebben. En we gaan kijken. Het is 2300 meter voor onze tweejarigen. Dat maakt het
nog wat interessanter, want we zijn nog maar september en vaak hebben ze sprintkoersen over 1750, over de mijl, over 1800. Maar nu dus over 2300 meter en dat betekent dat ze toch moeten geleerd hebben om zich te settelen. We gaan kijken of het lukt. Dit is de Charlotte Cup en de auto versnelt 2300 meter. En dan is het uitkijken hoe Classique d'Azur kan versnellen aan de binnenzijde. Is in ieder geval sneller dan Calypso Miamor. We zijn vertrokken en Classique d'Azur is goed uit de startblokken. Maar in het centrum van de baan is Rea Deel nog iets sneller. En Classique d'Azur die maakt de fout. Ouais, faute numéro 2, Classique d'Azur qui perd toute chance dès le départ. C'était le favori Classique d'Azur. Eh bien, c'est terminé pour elle. Elle se retrouve hors course. Le 4 qui a l'avantage. Il s'agit de Rea Adel. En deuxième position, nous avons le 9, Rambo Vrigtout qui est très très bien parti de la deuxième ligne. Le 5, Roxane Doll vient troisième. Suivi encore par le numéro 6, Catalina Pont-Royal. Rescue on the way, quatrième plutôt à l'extérieur. Et changement de leader à l'instant avec Rambo Vrigtout et Rick Wester, très offensif. La faute numéro 5 à l'instant. Roxane Doln. En ook Rea Deel die maakt nu een fout. En we hebben een twaalftal Vrijtgoud paarden aan de start. En de jongste ervan is Rambo Vrijtgoud deze namiddag. En Rambo Vrijtgoud die zet de toon. Maar in tweede stelling Rescue is on the way. En in derde stelling volgt dan verderop Catala Pont-Royal. Red Bullets die volgt dan mee in vierde positie. En zowel nummers 5 als 4 zijn uitgeschakeld, horen we. En Red Bullets in vierde stelling met Ronquel wat verderop. En het nummer 1 van Calypso, Miamor, die probeert dan terug in koers te komen. Là, c'est hors course. Hein. En retrait, on a disqualifié le 2, le 4 et le 5 dans cette épreuve. On va passer dans les tribunes avec Rambo Vrijtout qui a l'avantage. Le 9 en deuxième position, Rescue on the way. Ensuite, nous avons Catala Pont-Royal qui vient troisième avec Jérémy Kubisch. Et puis derrière, eh bien, on fait ce qu'on peut avec Red Bolles qui essaye de suivre. Et le 8 à l'extérieur, Ronquel. On ne parle plus de là, ce qui est trop loin, Calypso Miamor. Ronquel die komt wat beter in koers en die gaat de vierde plek opeisen aan de buitenzijde van Red Bullets. We draaien de rechterbocht in en dat doen we nog altijd met Rick Wester en Rambo Vrijtgoud als koploper. Rambo Vrijtgoud die leidt met Rescues on the way in tweede stelling. Catala Pont-Royal en Jeremy Kubisch die liggen dan op plek 3 met 2,5 lengte voordeel op Ronquel. Aan de binnenzijde van Ronquel zien we dan nog altijd Red Bullets aanklampen met Calypso Miamor die toch nog altijd enkele lengte prijs moet geven. Maar vooraan is het nog altijd Rambo Vrijtgoud. Maar Rescue is on the way. Die kriebelt nu aan de sulky van de koploper van Rick Wester. En Bas Krebas die meldt zich nu aan de buitenkant. Een half lengte achterstand op Rambo Vrijtgoud. In derde stelling hebben we dan Catala Pont-Royal. En we duiken de laatste bocht in. Tournant final avec Bas Krebas qui passe à l'offensive avec Rescue on the way. Il avait gagné à ton Rescue on the way. Il va peut-être doubler la mise. Mais côté corde, on lui résiste avec Rambo Vrijtout, numéro 9. En troisième position, il y a le 6. Catala Pont-Royal, on ne peut plus prétendre à rien derrière. À moins d'une incartade des concurrents de tête. L'ultime à droite avec toujours le numéro 3. Rescue on the way qui met la pression maintenant, qui déborde très facilement. Rambo Vrijtout, Rescue on the way qui va rester invaincu à l'issue de cette troisième course. Rescue on the way qui va s'imposer dans ce prix Charles Cup très facilement. Pour deuxième place, il y a le numéro 9, Rambo Vrijtout qui va peut-être résister au numéro 6, Catala Pont-Royal. Le 3 s'impose, le 9 sera deuxième, la troisième place pour le 6, Catala Pont-Royal. Ja, en Rescue's on the way, die blijft ongeslagen. Tweede zege uit twee starts. En Rescue's on the way, die kan de Starbreeding fokkerij hier laten zegevieren in de Charlotte Cup. Meteen een van de eerste grote momenten voor onze tweejarigen met een hele sterke winnaar. De Charlotte Cup gaat naar Rescue's on the way, Bas Krebas.